Good morning, YouTube, yogasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lead NL, oftewel Jeff, en vandaag live Capture the Flag vrijdag. En ik heb er best wel veel zin in, alleen ja, moet maar eens even kijken of het wat gaat worden. Ik had het nog eventjes met Jari over. Misschien is het ook wel leuk om het op MW3 te doen. Nou, toen wou ik dat gaan doen, ik start mijn Xbox op en ik zag dat Black Ops 2 erin zat, omdat gisteren mijn meisje in het zombie was. Het was een beetje een warming up. Als het goed is gaan ze vandaag wat opnemen. Doet ze samen even met je fan als warming up ook gewoon. En ja, dan gaat ze van de week mensen inviten. Waarmee ze gewoon lekker kan gaan gamen. Gewoon lekker de nieuwste zombie map kunnen gaan spelen. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou jongens, als het nog een beetje opschiet. Raid. Wauw, iedereen er weer uit. Je wordt er helemaal gek van. Ik ga ook even opnieuw zoeken. Misschien gaat het dan wat sneller. Dan zou je zien, word ik weer in een half potje gedropt. Op Jemen, dat is ook wel leuk. Capture the Flag op Jemen hebben we volgens mij nog niet gedaan. Zo eventjes uit mijn hoofd. Ik dacht het niet, ik weet het niet eens. Ik zal even een slokje drinken erbij pakken. Lekker. Nou, laten we gaan beginnen. Ik zal even de klas erbij pakken. Oh. Dit is de klas waar ik vandaag mee ga spelen. Jari had vandaag geen klas gehad, of geen tijd gehad om een klasje te maken. En ja, daarom heb ik het zelf maar gedaan. Ik heb het een, ja, het is een beetje een snelle klas, waardoor ik lekker door kan rennen. En dat is voor mij wel een voordeel, want zoals jullie weten, ik moet 3 vlaggen binnenhalen. Dus ik hoop ook zeker dat het gaat lukken. Het is op Jemen, dus ik kan nog een beetje tactisch lopen. Qua mensen om gek te maken, weet je, dan ren je ergens naar binnen toe, dan ren je er weer uit. En dan komt net weer dat puntje daar te staan van, oh jongens, hier is de vlag. Maar dan ben je ondertussen alweer teruggelopen of je bent alweer verder. Dus ik hoop dat het goed gaat, ik hoop dat het beter afloopt dan de vorige keer. Dus ik hoop gewoon dat ik gewoon die caps binnen kan halen. 3 stuks in totaal gewoon binnenhalen. Hoe ik het doe, doe ik het. Maar gewoon 3 binnenhalen. Het mooiste is natuurlijk als ik het gewoon helemaal zelf doe. Kut, er zit er daar eentje te campen. Jij krijgt een... Ik wou net zeggen, jij krijgt een, zo'n ding op je harses, maar nee. Goed, ze zitten nou alweer te campen. Ja, ik weet nog niet hoe ik ze er recht uit ga schieten daar uit dat hok vandaan. Want ja, met dit wapen heb ik niet zo'n hele grote range ook natuurlijk. Ja, die loopt bij me weg. Oh shit, moet je kijken wat een troep er allemaal legt. En een camper in een hokje. Lekker op de markt appeltjes vreten. Hè? Als je er maar voor betaalt, vale rat. Als mijn teammaat ze even wegschiet daar. Even die vlag weghalen. Dan breng ik later die vlag wel weer naar binnen. Komt teammaat, loop dan. Dan weet ik niet of hij hier loopt of, ja, precies, hij loopt wel hier. Twijfelde of hij hier liep of in dat andere, ja, hiernaast daar. Waar is hij nou heen gerend? Fuck, rent hij weer de helemaal andere kant op die gozer. Ik hoop dat ik een beetje de bocht af kan snijden zo. Godsamme. En dan is hij al wel lang vandoor natuurlijk met zijn vlag. UAV on standby. Oh shit! Die zag ik te laat en ik moest reloaden. What the fuck? Nou, dat is heel erg professioneel. Ze hebben nog steeds die vlag, hè? Ze nou eerst even die vlag binnen gaan halen. Bouncy Betty, Bouncy Betty, there we go. Kut, hè? Ja, weet je wat het is? Als ik extended clip erop doe, dan heb ik wel genoeg kogels. Maar dan heb ik heel weinig afstand, heel weinig range om te schieten. En als ik... ja, anders moet ik weer een perk laten vallen, weet je? Dat vind ik ook zo zonde. Sterf. Hostile flag returned. Wij moeten gewoon die vlag hebben. UAV inbound. Hostile lightning strike inbound. Be advised, hostile UAV. Kutzooi.
Waarom dan altijd op mij? En waarom lopen mijn teammaten niet? Hij daar, hier. Our flag has been captured. Oké, kom nou. Nou moet ik die vlag binnenhalen. Enemy flag acquired. Hoe loopt hij? Hij loopt door het middenhuis. Oké. Ah, zit daar boven. Kut, dat heb geen nut. Zonde van mijn C4. Ik dacht dat hij dichterbij liep. Ah, shit. Ik faal wel heel erg met dat ding. K10 er dan maar bij. Oh. Hostile UAV above. We have the enemy flag. Our flag is back at base. Enemy down. Hostile flag returned. Wat ligt die nou te doen? Hostile lightning strike inbound. Kut, mooi. Oké, nou, kom op. Ik moet even die vlaggen. Ik ga nou echt even vol voor die vlaggen. Want ik loop nou een beetje te kloten. Even kijken hoe we hem lopen. Kijk, hem weer niet dood. Dat is ook wel lekker. Kijken of hij erop moet schieten, joh. Oké, nou. 9-7. Ja, moeten we nog steeds een paar vlaggen binnenhalen. Wel 2 returns, maar dat telt niet mee. En als we ook maar even de kans hebben om die vlag weg te halen bij hun, ja, hebben we de teammaten van mijn, heb al die jacket, maar goed. Ik hoop dat ze mij nou ook een beetje de kans geven, zodat die cap... Loop maar door, scheidgroene. Ik hoorde je. Ah. Tuurlijk. Hij ging gelukkig wel dood, maar er ging helemaal nergens over. Friendly UAV inbound. Friendly UAV, mooi. Er zit niemand daar. Oh jawel. We have the enemy flag. We dropped our flag. Dit is typisch Black Ops, weet je. Je kan er gewoon niet 2 neerschieten. Dat is gewoon zo moeilijk. Dat is echt niet te doen, zowat. Bij MW3 gaat het een stuk beter. De hit detectie is er ook vele malen beter, vind ik. Friendly hunter killer drone deployed. Friendly care package inbound. Maar eentje links? Oh shit, sorry. 12 van 10. Kom op, dat weet je toch? Nou, ik ga wel de andere kant op, want ik heb geen zin om constant bij die teammaten te lopen. Ik vind dat zo irritant. Oh, fuck. Ik hoorde hem maar wel te laat natuurlijk. Het is ook weer zoiets die... Ja, hoe noem je dat? Dat geluid, weet je, om sound te horen, heb je een dure headset, maar je hebt er in Black Ops 2 heb je er gewoon heel weinig aan. Hoi. Nou, even een vlagje ophalen. We dropped our flag. Hostile flag returned. Die is achter me. Godver! Dan zit je gewoon te wachten daar, oh, hufte. Wat
Wauw. Hij zat gewoon te wachten tot ik bijna bij die vlag was. Gaat hij hem snel weghalen. We dropped our flag. Hostile flag returned. Lekker, nou heb ik eindelijk die vlag. UAV awaiting orders. We have the enemy flag. Our flag has been taken. Helemaal gek van al die dingen. Our flag has been dropped. Our flag has been returned. Dan kunnen we eens even zien waar ze zitten. On your feet. Hostile UAV above. Oh, die is dood. Hellstorm missile awaiting orders. We've taken control. Hoppa, dat zijn er twee. Hostile flag returned. Wel lekker. Hostiles have destroyed your UAV. Hellstorm missile inbound. Friendly counter UAV inbound. Oh, die is mis. Hij staat gewoon stil. Dus we moeten nog moeilijker neer te krijgen dan dat hij beweegt. Kom, teammaat. Kom. Kom, we gaan die vlag doen. Kom. Kom maar. Kom maar met mij mee, hoor. Dat mag je wel. Ik ga lopen, lopen, kom. Loop nou door, joh. Oh, mijn counter UAV is er ook uit. Loop nou door. Ze gaan je zien, hoor. Ze gaan je pakken. Ze gaan je in je korn schieten. Nou, dan ga ik weer terug. Equipment is gehackt. Ik lach toch, godverdomme. Ik snap het niet hoor. Ik lag er op de grond. Ik ging leggen. Het is liggen, Jeff. Het is liggen. En ik kreeg mijn strotshot niet uit. Sorry, maar... Kijken wat ze uithangen. Oh, die hebben natuurlijk weer zo'n snijpertje, zo'n professionele sniper. Hè? Enemy flag acquired. Our flag carrier is down. We have the enemy flag. Oh, bits. Get ready for the next round. Ja, ik wou die vlag binnenbrengen, maar ja. Wat een amateur, moet je kijken. Waar schiet ik nou op? Op niks. Gelukkig hoefde ik niet te reloaden, maar ik snap niet. Waarom rent hij achter me aan terwijl hij aan het reloaden is, die knakker? Dat doe je toch niet? Overtime, nou kom op, Jeff, haal nou die vlag eens binnen. Het is zo lastig om in je eentje, zonder dat je ook maar met iemand contact hebt, die vlag binnen te halen. Dat is echt, echt heel erg moeilijk. Tenminste, ik vind van wel. Ga af. UAV on standby. Counter UAV awaiting orders. Shit. Kom er nog meer van die kutvriendjes. Hellstorm missile on standby. Hellstorm missile, nou die gaat natuurlijk gewoon vol op. Volle bak in die, hoe heet het daar, oh? Friendly Hellstorm missile inbound. We have the enemy flag. Ja, die is op jou, ja. Counter UAV inbound. Oh, what the fuck, jongen, dat gekloot daar, oh. Our flag has been returned. Hoppa. Maar ja, we hebben het weer niet gehaald. Dat ik nou 24 om 13. Jongen. Attenooie. Het is echt waar. Het is attenooie dat het weer niet gelukt is. Oh. Nou, nog een keer. Dat is dan de allerlaatste keer, hè, Jeff? Ja. Hup, random. Hup, Tom. Cross the map. Draai alles. En geen kill. Pro. Oké, we gaan weer. Zo, dan weet ik zeker dus niet achter me langslopen. Ja, zie je. Dankjewel. Oh, ga mijn ja dinges. Achter die fucking dikke rots. Moet je nou zien. Achter die fucking dikke rots.
Dit is toch niet normaal? Dit is dus de game Black Ops 2. Fuck off. Ja, die had ik ook moeten hebben. Ik snap er geen reet van. Zelfs dat dingetje was rood en dan nog heb je hem niet. Godsamme. Ja, dit redden we niet. Kom nou, man. Nou ja, goed, jongens. Bedankt weer voor het kijken. Rand is draal. Dus gewoon gelijk spel, zeg maar. En, ja, vergeet natuurlijk niet even een reactie te plaatsen. Vind ik altijd wel leuk. Ik probeer er ook altijd wel even een reactie op terug te posten. En dan ga ik jullie weer bedanken voor vandaag. En ik zou zeggen, tot later. Ciao.